Op 10 december 1944 werden bij Slot Moermond 9 verzetsmannen uit Schouwen opgehangen door de Duitse bezetter. Familieleden werden gedwongen om toe te kijken. Ook de 10e verzetsman, die zwaar gewond was, moest vanaf een brandkaart toekijken. En na zijn overleden werd ook hij opgehangen. De 10 mannen liggen begraven op de nabijgelegen begraafplaats. Kijk, daar liggen mijn ooms. Ik was 9 jaar. Ik woonde in Burghaamstede. Ik had geen idee wat er allemaal gaande was in het dorp. Zondags gingen we naar de kerk toe, in de Griffemeerde kerk. En die stond aan de Noordstraat, hier in Burghaamstede. En op een gegeven moment toen zat ik met mijn moeder en nog een broer en een zus en mijn vader zaten in de kerk. Ik weet niet of ik het van mijn moeder hoorde of van ooms anders. Zojuist, straks komen de huifkarren voorbij waar die 10 gevangenen in zitten. Want dominee Voorneveld, die is van de preekstoel weggeroepen, want die moest die geestelijke bijstand aan die 10 geven. Heeft hij met die mensen in de bunker, want ze zaten in de bunker opgesloten, heeft hij dus gepraat, die heeft gebeden. En toen hebben ze gezamenlijk, ja, je weet niet of ze het uit de strot kunnen krijgen, mensen die veroordeeld zijn, een vaste burcht gezongen. Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen. En dat, als ik er nu nog aan denk, ja, dat vers, dat ontroert me iedere keer en iedere keer weer. Toen we buiten stonden, toen hoorden we dat daar die mensen in zitten die ter dood veroordeeld werden. Er waren 2 broers van mijn vader mee. Joost, zijn lievelingsbroer, wat hij heel goed mee en alles mee besproken was, die zat er ook bij. En ome Leen, dus het was ome Joost en ome Leen. Dat je een huifkar ziet, met mensen in zitten. De laatste rit, Hoge Zoom naar Renesse, ja, dat vergeet je niet meer. Die huifkarren, die hebben tot hier en toe gereden. Maar hier werd een balk tussen 2 bomen gezet. En er werden stroppen aan gedaan, een tafel, en dan moesten ze opgestaan. En op een gegeven moment, toen de stroppen allemaal om de jongens de hals zaten, hebben ze de tafel weggetrapt. En hebben ze de jongens opgehangen. Van elke persoon die opgehangen werd, moesten 3 familieleden, die moesten mee. En die moesten, hoe ze opgehangen waren, moesten ze als défilé er langs een lopen. Het afschrikkend beeld. En dat, ja, dat heeft mijn vader nooit meer losgelaten. Dat heeft zo'n ontiegelijke trauma op die man. Zo verschrikkelijk geweest. Ja, je ziet daar je broers aan een touw bungelen. 2 dagen hebben ze daar moeten blijven hangen. En toen mochten ze begraafd worden, niet in kisten. Ze hebben gewoon een groot gat gehaven, een zeil erover en begrond dichtgegooid. En na de oorlog hebben ze dit graf gekregen. Ja. Ja.